Vrienden, we hebben hier vandaag in ons programma een Gentenaar die altijd tegenslag heeft. De dienen die het meeste tegenslag hebben wij hier in onze show. Zijn de nomen is Piet van de Wal. Ja, deze nomen heeft al tegenslag van mij geboord, hoor. Allee, hij heeft ons een brief geschreven en hij heeft gevraagd dat hij hier in onze show zijn volgende keer mag komen toe. Gelieve niet met Piet van de Ballen te lachen. Hij heeft al tegenslag genoeg, hè? Allee, ontvang daarmee een warm welkom applaus. Piet van de Ballen! Welkom meneer van de Ballen, zet! Ja. Kom dan tegen. Hoi! Mama! Ja. Wat wordt het dan? Ja. Ja. Oh nee, die, ja. Oh, juist. Kom dat tegen. Dank u wel. Nou, dat is dus. Ja. Dat is beter. Voor. Oké. Shoot, shoot, kom dat tegen. Kom dat tegen, kom dat tegen, kom dat tegen. Kom dat niet tegen. Welkom, meneer Van de Wal. U zegt maar Piet. Ach, geen probleem. Welkom, Piet van de Wal. Nee, zonder ballen. Wat doen? Ja, gewoon Piet zonder van de ballen. Zonder ballen? Ja, ja. Allee, goed, ja. Piet. Dat ben ik. Ik. Hoe is het, Piet? Niet goed. Of gewoon niet? Tegenslag, hè? Ah, ja, altijd voor tegenslag. En als ik het goed verstoon heb, gestoot er Aline voor. Gultig uit Aline. Geen vrouwen die je steunt? Toch wel, maar kijk. Verleden winter, die moest u krijgen. En ik heb mijn vrouwke een vesten cadeau gedaan. Uit een Amerikaanse stuk met camouflagekleurtjes. En ze heeft dat dan gedaan. En? Nu heb ik ze niet meer weer in. Ah ja. Zeg, en geen huisdieren? Goh, draai hoor, lekker. Kijk maar, ik heb een knorrievogelke gekocht. Oh, een knorrievogelke. Is dat schattig? Ja. Oei, wat scheelt er misschien? Hij duurt. Hij leeft niet meer. Ah, maar ga je lezen. En hoe komt dat hij niet meer leeft? Ah wel. Hij had zo'n klein bobbelje op zijn bekje en kijk ik dat er proberen af te varen met een varen. Ah, maar alleen zeg je weet dat aan een vuilhoek zijn bekje niet meer heeft varen. Ik weet het, maar van dat varen is dat niet duurt, maar wel van hem dus die bank vast te steken. En geen familie die je steunt, voordat je bent terecht kunt. Goh, kook ik ooit niet buiten. Ik was juist een goeie bad met mijn collisie door met een dienenes. Overleden? Ja, duurt. Allee, toe, zeg. Kregen. Zijn we nog geen tegenslag? Basic. Ja, zeg. Kregen een duurbrief van mijn onkel? Ik herken hem direct zijn geschriften. En wanneer was de begrafenis? Vrijdag. Dus jij bent in een bewuste vrijdag naar die begrafenis geweest? Ja. Maar allee, niemand van Gul die belde die er iets zei tegen mij. En wat was er familie van u? Basic, ik dacht wel, maar ik zeg. Er was niemand van Gul die belde die klopte tegen mij. En ik heb het dan misschien een tekst voorgelezen van een collisie door. Hoe goed die zon zat mijn schief te bekijken. Ik keek nooit de foto van mijn noemkel. Ik herken het zelfs mijn nagen noemkel niet meer. Zo lange gelijk. Zeg, was het achteraf met koffie of met familie? Jood, maar niemand van jullie die belde die tegen mij klopte. Dat is die schuinen, hè, zeg. Maar zeg. Achteraf allemaal typen en niet een lange stoet door die streubaan. Jood, en door het begrafenis is de nemer het maar verteld. Wat heeft hij verteld? Ik zat op een verkeerd begrafenis. Maar nu komen ze de week te ver begraven. Je moet een keer wat meer ontspannen. Hoe
Hoe kan ik mijn hoed al bij al die tegenslag? Ah. Sauna? Esma te vormen. Zwem? Esma te nat. Spoten? Esma te vermoeid. Ja, kijk, ik zeg het al, des. Tegenslag, hè? Ja, kost er niet op. Ja, dat is uw tegenslag. Op een dag die dacht ik, Tesma verliet. Ik smaakte mijn aangevallen breugen. Voor tegenslagen. Voor wat? Kei u te vriezen. Toen dacht ik, ik hou mijn eigen op aan de strop. Mijn tegenslag, gekuurde naar zijn de winkels worden toe. Dat is tegenslag, hè? Maar tegen wie zei het? Toen dacht ik, ik sta in mijn polsen over mijn mes. Mijn tegenslagen. Geen mes in huis? Toch wel, maar kun je niet in bloed. Wat heb je toen gedaan? Toen ben ik naar de dampbuurt gegaan. Ik heb mijn tof te spuren gelaten van de dampbuurt stoosje. En? Het zomste naaf laak ik er nog. Maar hoe komt dat nu alleen? Tegenslagen, de dus trein worden in stokken. Dus gewoon niet overreden een auto, ze hoefden een trein of niets. Dus jij lag daar op die spuur en niets. Er is niets niet gebeurd, stokken. Ja, ja. Dus zij zijn er huis gewonnen. Goh ja. Jongens, toch. Wat moest ik anders doen? Wat een verhol, wat een verhol. Waarom, Piet, waarom? Tegenslagen, hè? Ja, santé, zeg. Hier van de val, ik heb nog een loodste volksgevoer. Ja, rap, maar kijk, ik moet morgen vroeg uit mijn bijdenke. En ik moet maar de loodste trap nog open, dan was ik niet markeerd toen ik direct tegenslag. Ik weet het. Nog geen loodste volg. Allee, rap, ik moet maar de loodste trap nog open, dan was ik niet markeerd direct tegenslag. Doorover ging mijn volg. Ja. Hij moet nog uw trein halen, zeg. Hij moet vroeg opstaan. Die niet maar trap. Oh, pardon, uw trap. Maar voor wat moet hij zo vroeg opstaan? Het geweer, je zit aan de dop. Voor wat moet hij zo vroeg opstaan? Ik moet morgen vroeg te negenen met een trein even naar Antwerpen te gooien. Naar Antwerpen? Je gooit naar de zoo. Nee, ik ga schoenen gaan kopen. Schoenen? Kun je dat toch in geld nu kopen? Ja, maar ik ga kijken naar Antwerpen, zo ben ik er een keer mee buiten hoor. Ah, nee, toch. En wat schoenen koop je dus? Ah, ik koop me altijd zwarte leerde schoentjes pot 38. Voor 38? Ja. Het gaat dan een 42 of zoiets? Oh, de 44 had ik juist wel zijn, maar af, hè? Voor wat kwam het ons de 38? Wel, madame. Je hebt gezien en je hebt gehuurd wat tegenslag dat ik in mijn leven. Hoe is ik een gulle dag erop gelopen met een 38, hè? En ik kom het zo verstaan, ik doe mijn schoentjes uit, hè? Toen voel ik me de gelukkigste mens ter wereld.